Ja, en inmiddels bij mij aan tafel aangeschoven Joop en Simone Boerstoel. Beide professioneel muzikant, maar werkzaam in de amateursector. Als ik naar mezelf kijk, toen ik een jaar of 20 tot mijn 20ste, nou, van mijn 18e tot mijn 24ste ongeveer. Als er nou iets is wat mij door de een beetje lastige jaren heeft heen geholpen, dan was het mijn tijd bij het amateur toneel. Mm-hmm. Los van het feit dat je mooie dingen probeert te maken met elkaar, is die hele cohesie van zo'n groep en die steun. En dat is, merk jij dat ook, Simone? Want hoe ziet jouw club of omgeving eruit, zeg maar? Nou, ik werk met name in freelance orkesten waarbij wij amateurkoren begeleiden. Ja. Wat voor de koren ontzettend belangrijk is, dat daar een orkest zit wat heel lekker speelt en zijn ding doet. Zodat zij echt hun fantastische concert neer kunnen zetten. Kerken, zalen zitten vol met fans van de koorleden. Omdat het een heel belangrijk onderdeel is in het leven van de persoon die op dat moment staat te zingen. Het is vaak een wekelijks terugkerend iets, hè? De repetitie. Ja. Het is, ja, ja, het is meer dan een repetitie alleen. Het is een samenzijn van veel mensen. Meer. Precies, ja. Dat zeg je al, iets heel belangrijks. Het sociale element. En dat merken we op dit moment enorm. We zijn natuurlijk bezig, alle collega's als ik ben werkzaam als dirigent, proberen van allerlei tools uit de kast te halen en trucs. Maar wat je veel terug hoort is, we missen het samen zijn. En dan niet alleen het muziek maken, maar ook het sociaal samen zijn. En ja, dat is toch iets wat misschien wordt onderschat, maar wat wel heel erg heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de maatschappij, denk ik. Jij hebt het vanuit de amateur toneelkant gezien. Ja. En wij zien het enorm veel vanuit het muziek maken. Het idee blijft hetzelfde. Exact. Het idee blijft hetzelfde. Ja. Maakt niks uit. Nee, precies. Nee. Want zijn jullie ook een soort van creatief... Het is natuurlijk heel lastig als je met minder mensen zou moeten. Dan moet je mensen gaan teleurstellen. Ja, precies. Kijk, wat je nu wel ziet is... Hè, je ziet al wel het Concertgebouw repeteren. En het Nederlands Viel gaat repeteren. Dat zie je al wel. Maar de bezetting is minder. Ja. Want de mensen moeten uit elkaar zitten. Dus er is natuurlijk al een ontzettend slagveld geweest met de bezuinigingen door Halbe Zijlstra, jaren geleden. En eigenlijk pluk je daar nu opnieuw de wrange vruchten van, zeg maar. Dus je zit met een veel kleiner orkest hetzelfde repertoire. En wat er het frustrerende is, want ik zag pas dat er een concert was gegeven door, ik meen, Amsterdam Sinfonietta. Ja. Dat hadden ze gehalveerd. Ja. Ja. En dan zitten ze uit elkaar. En dat, om te laten zien aan de minister, als je verstand van muziek hebt, dat kan dus niet. Nee. En dan komt ze die zaal uit, zegt ze, nou hartstikke, klopt hartstikke goed. En dan is dat al een van de ensembles maar die dan, zich op die manier profileert. Ja. Dus klein en perfect. Ja. Maar, en dat is ook, ik heb hier nog een bundeltje papier bij me, niet om het ervoor te lezen, maar wel om bij me te hebben. Ja. Dat is wat ons ook een beetje steekt, niet mij en ons, maar onze hele sector. Ja. De erkenning en de benaming ook door ministers en ministeries. Dan hebben ze het over, ik zit in de blaasmuziek enorm veel. Voordat we überhaupt genoemd werden, zijn er al maanden voorbij gegaan. Ja. En nu stond in de laatste brief van eergisteren van minister De Jonge, de koren en fanfares, die moeten nog even wachten. Ja. Maar fanfares is al een soort verzamelnaam die op zich helemaal niet correct is. Want fanfare is een dus van is de vele geduid. Blaasorkestvormen. Ja. Dus dat is eigenlijk al een beetje vreemd. Maar goed, dan word je dus nogmaals op de laatste alinea eventjes op die manier weggezet. En dat is niet de enige keer. Collega's van mij... dat volgen we natuurlijk. En iedereen heeft op social media zijn eigen volgers en zijn eigen personen die volgt. Een paar dagen geleden was een collega van mij die echt een goed statement maakte over de hele situatie. Ja. En hij zegt, ik ben het zoomen dit en ik ben het skypen dat, ik ben het helemaal zat. Ja. Maar hij brak een goede lans voor de ZZP'er. In onze branche zijn... 70%, net zo zijn. Ja, precies. 70% van ons is ZZP'er verplicht. Hè? Ja. Dat werd ons destijds ook eigenlijk min of meer verplicht. Dat we wel als ZZP'er moesten gaan werken. Ja. Hebben we allemaal netjes gedaan. En nu zeggen allemaal ze zoek keurig. Het maar uit. Ja. En nu zeggen ze zoek het maar uit. En kijk, wat jij net zei van minister van Engelshoven. Dat ze eigenlijk zei, nou, zo kan het dus ook wel. Ja, het is verschrikkelijk. Zo is het is heel denigrerend. En exact. En dat is wat wij nu, ook mijn collega's, ook... Dat ervaren wij dus allemaal. We zijn eigenlijk een beetje murf geslagen. Ja, omdat er totaal geen begrip is van waar wij mee bezig zijn. En hoe belangrijk dat is voor de mens. Wat we net zagen, die mannen met die accordeonnetjes. Ja.
Je wordt ontroerend, toch? En je wordt er meteen ingezogen. Ja. En je bent meteen even uit de waan van de dag. Ja. En dat is wat cultuur voor de mensheid zo belangrijk maakt. Het heeft natuurlijk ook ontzettend altijd te maken met je passie voor je werk. Oh, want als ik naar mezelf kijk als cabaretier, dan wordt tegen mij ook gewoon door mensen gezegd van, ja, maar dan doe je het gewoon toch vanuit het huis en dan achter de webcam. Dat je denkt, nee, daar heb ik 23 jaar lang mezelf verrot om nu een webcam girl te worden. Heb ik helemaal geen zin in. Je wil natuurlijk doen wat je... Nou ja, waar ik het net over had met iemand. Het is al inderdaad alsof ze zeggen, we gaan surfen, we hebben alleen geen zee, we hebben geen wind, maar we gaan toch maar gewoon doen. Ja. En dat is wat Van Engelshoven dan zegt, van, nou, het klonk hartstikke goed. Dat je denkt, we missen sowieso 6 blazers en 12 strijkers. Precies. Maar dat hoor je niet, als je er verder geen verstand van hebt. Nou ja, en misbruik maken van je passie, dat is ook een beetje wat het is. Want nogmaals, wat jij net ook zei, Simone, van uit die vorige bezuinigingsronde zijn al heel veel mensen echt creatief geworden. Exact. En dat is gelukkig voor de meesten ten goede gekeerd. Ja. En nu moeten we eigenlijk weer. En ik praat niet voor mezelf. Ik heb gelukkig nog naast mijn ZZP-werkzaamheden nog een halve FTE, laten we zeggen, als een betaalde baan. Ja. Maar er zijn heel veel van mijn collega's, ook jonge jongens nog, meisjes, vrouwen, die begonnen zijn. Ja, die staan eigenlijk nu weer op nul. Ik zit ook onder andere in de Bond van Orkestdirigenten, zoals dat zo mooi klinkt. Dat is een organisatie waarin de dirigenten zich verzameld hebben. Dat zijn er 800. Dat zijn echt al gewoon een vakbond, kun je zeggen. Ja. En de voorzitter daarvan heeft ook een enorm goede brief geschreven richting het ministerie. Ik hoop ook dat die valt. Zelf ben ik ook door de goede... hoe heet voor cultuur, jouw collega van televisie, Songfestival. Cornel Maas. Ja. Fantastisch. Hoe die in de bres komt, vond ik, om in eerste instantie een lans te breken voor cultuur. Ik vond vanuit mijn werk ook dat ik iets moest doen voor mijn achterban, waar ik die passie, 55 jaar ben ik nu, blaasmuziek, dat zit helemaal in mijn genen. En ik heb... vrijdag jongsleden, toen dus die brief kwam van de minister, ik denk van, daar moet ik wat aan doen. Een open lesbrief gemaakt. Ja. Ik stuur hem morgen denk ik ook naar het ministerie toe, maar naar de ministers. Misschien hebben ze nog tijd om ook even een beetje bij te lezen wat er aan blaasmuziek is. En kunnen wij als publiek die brief ook ergens lezen? Die staat nu op mijn website. Maar je mag het adres noemen. Jopenboerstoel.nl. Jopenboerstoel.nl. Ja. En dat is eerlijk gezegd, dat is iets wat we al... In 2006 had ik het al gemaakt als een kleine bureaukalender. Wat is de belangrijkste zin die in die brief staat? Oh, de belangrijkste zin? Denk aan ons. Ja. Nee. Nou ja. Maar vooral, wat aan het eind is, dat is de ziel en de zaligheid. Waar we net in het begin over hadden. Ja. De passie, de beleving, de wat mensen het bijbrengt. En want dat is natuurlijk bewezen. Ik ga niet al die mooie resultaten van die rapporten boven tafel halen. Maar goede kunst, goede cultuur, beleving voor amateurs ook. Ja. Dat ja. draagt bij aan het welzijn, aan het geestelijk welzijn, het lichamelijk welzijn. En we willen toch denk ik ook niet dat door dit wat ons overkomt, daar in één keer door wat voor reden dan ook een einde wordt gemaakt. Nee, en nogmaals, het geld, dat snappen wij. Dat moet evenredig verdeeld worden. Ja. Nou ja, precies. En dat, is dan ook meteen het punt, evenredige verdeling. Ik denk dat we, en we willen niet, wij zijn als muzici zeker, maar we zijn niet mensen die meteen op de tafel slaan. Nee, we proberen eerst creatieve oplossingen te denken. Ja. Denken dat het beter wordt, denk ik ook. Van, het zal nog niet zo vaart lopen. Precies, positief blijven denken. Maar op een gegeven moment, na 3-4 maanden, is het toch tijd, denk ik, dat we toch wel eventjes wat... Nou, het verhaal is duidelijk. Je hebt het mooi verwoord. Ik zou zeggen, allemaal de brief lezen op jouw website. Ja. En het is inderdaad heel belangrijk dat er naar gekeken wordt. Want wat jij net ook even zei, dat raakt me dan de jonge mensen met een gezin. Ja. En met het risico lopen dat ze op een gegeven moment denken, ik geef de bruiden maar aan en ik ga wel ergens in een fabriek staan of weet ik veel wat. Want ik moet toch brood op de plank hebben. Nou ja. Het zou ontzettend jammer zijn, want er is niks zo moois dat je je passie kan leven, toch? En niks ook ten nadele van die fabriek. Want dat is ook in onze muziek zo mooi. We hebben de fabrieksarbeider zit naast de directeur. Die exact. Zit naast de directeur. In hetzelfde orkest. Ja, en dat is het mooie van een amateur. En dat maakt het moment precies. Ja. Ja, nou, ben ik met jullie eens. Ja. Voor hoeveel mensen zitten jullie hier vanavond? Het is mijn... Voor hoeveel mensen zetten jullie een handtekening? Nou, achter mij zo in principe, we hebben het eventjes opgezocht natuurlijk. Kijk, 1,7 miljoen mensen zitten er echt in de amateursector en professionele sector bij elkaar. Ja. Dus we zitten eigenlijk voor beide sectoren. Ja, maar, zijn echt mega veel mensen. Ja. Je kunt het bijna niet benoemen. Maar dat gaan we toch doen. Ja, want het getal wat jullie...
Ik zal heel concreet zijn. Maar je directe omgeving. Directe omgeving. En ik ben gevraagd, mag ik zeggen, Simone? Ik ben hier gevraagd van, wil je voor die Bond van Orkestdirigenten en die blaasmuzieksector, en dat zijn, ik heb het opgezocht, 2300 muziekverenigingen, waarbij er 130.000 aangesloten leden zijn. Ja, precies. Dat zijn mensen die dus lid zijn van diverse verenigingen. Blaasmuziek, van vader, harmonie. Dan ga ik eventjes met de grote baas in mijn oortje. 2300 leden en dan, wat zei je? Nee, orkesten. Orkesten, muziekverenigingen. En 130.000 leden. En dat zijn in totaal 130.000 leden. Ja, jongens, dan tellen we er toch gewoon 130.000 mensen bij, hoor. Ja, precies. Als wij 130.000 amateurmuzikanten hebben, dan gaan die gewoon. Ja. We gaan het gewoon doen, dat brengt hoe lekker mogelijk. Onwijs bedankt voor jullie komst. Het gaat jullie goed. Dank je wel. En wie weet zien we elkaar op toneel. Zeker weten. Ik hoop het. Ik kom zingen. Ja hoor, doe het. Ik kom zo zingen. Ja, ik heb de tijd. Wij nodigen je uit bij ons eigen orkest om te komen zingen. Ik ga iemand het nummer door. Ja, maar goed. Is goed. Bij deze beloofd. Met Arie volslag. Helemaal goed. En je zingt fantastisch. Dankjewel. Geef graag een hand. Dank je. Ja, volgende keer geef elkaar een hand. Ja, dat doen we. Als je bij ons komt zingen, geef elkaar een hand. Dankjewel. Geen dank. Waar heb je nog een mooi plekje voor ons? Tussen. Hier rechtboven. Plek zo. Maar wat zal ik doen? Ja, dat doe jij maar. Heb je een nieuwe gepakt? Ja. Muzika. Pompea. Simone. En Joop. Boerstel. Ik vind je naam mooi duidelijk uit. Prima.